Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jeroen Eershoff van Get Responsive. En we zijn weer live. Leuk dat jullie weer kijken. Nieuwe Get Response Live. En vandaag gaan we het hebben over hoe ga je nou om met Power BI implementeren, uitrollen, gebruiken. In grotere organisaties hebben we het maar even genoemd. Want dat is best wel een uitdaging. Power BI is een self-service tool. Maar ja, hoeveel vrijheid ga je geven? Daar ga ik het vandaag over hebben. Dat ga ik niet alleen doen, maar ik ga dat samen met mijn gast doen, Mark Lelieveld. Dus die haal ik er even bij nu. Hi Mark. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je bij ons te gast wil zijn en hierover wil hebben. Zeker. Voordat we gaan beginnen over ons onderwerp, misschien kan je even kort voorstellen wie je bent en wat je het leukste vindt om te doen. Wat ik het leukste vind om te doen? Oh, dat is ja, bijvoorbeeld. Ja. Mark Lelieveld, ik werk als data analytics consultant bij McCall. Daarnaast ook data platform MVP. Maar toch eigenlijk het meeste wel bezig met Power BI. Dan noem je ook vaak wat ik het leukste vind om te doen. Dat is eigenlijk twee passen combineren. Dat is bier en Power BI natuurlijk. Ja, ja ik zie het al staan. Ja. Bier, waarom niet? Ja, precies. Merchandise. Ja, dat zijn toch wel de leukste dingen. En als je daarnaast dan kijkt in mijn vrije tijd, zit ik vaak op de fiets. Ja. Dus, ja. Gaaf. Leuk. Nou, het is weer mooi weer ervoor. Volgens mij komt het ook weer mooi weer aan. Misschien weer te warm voor fietsen. Maar vandaag is het goed, het weekend weer wat beter. Ja, hè? Ja. Nee, hartstikke goed. Leuk dat je er bent nogmaals. We gaan het dus hebben over verschillende aspecten van Power BI bij grotere organisaties binnen enterprise-omgeving. We zaten een beetje te spelen met de titel, zoals je ziet. Daar hebben we allebei wel wat ervaringen mee. Hè? We zien vaak dat het klein begint bij ook bij grotere organisaties. En dan daarna, je knipt het met je ogen. En je hebt in één keer een paar honderd mensen die Power BI dashboards aan het maken zijn. Ja. En nou, we gaan daar eens gewoon wat aspecten van bespreken. En praat gerust mee, want dat is het leuke aan, aan deze vorm. Oh, dit is wel een hele gele rand hebben we nu. Dat is mooi. Dat had ik nog niet gezien. Oh, mooi bij jullie. Leuk. Hartstikke mooi. Als je mee wilt praten, laat je commentaar achter. We zenden dit uit in LinkedIn vooral. Ik denk dat daar de meeste mensen in haken vandaag. Maar ook via YouTube en Facebook kan je eventueel gewoon je commentaar erin zetten. En dan nemen we dat mee. Dan gaan we dat. Dus mocht je mening hebben of reactie, laat het gerust weten. Om daar eens mee te beginnen. Wat zie jij in jouw ervaring als wat factoren dat je denkt, hey, dat zijn zaken waar grote bedrijven toch wel tegenaan lopen met dit mooie self-service tool? Ja, dat is de eerste denk ik al die je eigenlijk al als inkoppertje weggeeft hier. Self-service tool, ja, tot op zekere hoogte. Ja. Je ziet toch al vrij snel dat als je iedereen de vrijheid gaat geven zonder enige richtlijnen, dan wordt het wel al gauw een hoop geknutsel bij elkaar, zeg maar. Dat is toch zeker wel een van de grotere uitdagingen. Zeker op het moment dat je mensen toegang gaat geven tot Power BI en eigenlijk tegen iedereen zegt, het is een self-service tool, good luck and have fun. Ja. Dan wordt het wel al, je ziet de meest creatieve oplossingen ontstaan. Waar je ook wel af kan vragen, maar ja, wat is de betrouwbaarheid nog van de informatie die je daarmee geeft? En dat is uiteindelijk een van de doelstellingen waar je naartoe wil gaan, van data naar informatie. Is dat dan iets, Mark, dat jij denkt van tevoren moeten? Want ik heb soms het idee dat bedrijven daardoor dan toch verrast worden. Of denken van, nou, we gaan het eens proberen. En net wat ik zeg, dan het gaat best wel hard. Want mensen vinden het hartstikke leuk om te doen. En vertelt het door aan elkaar. En men stelt het beschikbaar. En heb jij ook ik heb soms de indruk dat mensen dat denken, hey, we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Nu moeten we toch wel iets doen om het weer een beetje te gaan managen. Dat is zeker ook wat ik in mijn ervaring heb gezien. Organisaties die dan eigenlijk zeggen, oh, we hebben Power BI, nou zet vinkje maar om. Nu heeft iedereen Power BI, veel plezier ermee. Ja, het zit in Office, lekker toegankelijk. En ze kijken vervolgens niet naar hoe richt ik mijn omgeving in, waar moet ik allemaal opletten. Ja. En het zal niet de eerste organisatie zijn waar vervolgens Publish to Web nog aan staat bijvoorbeeld. Of dat soort dingen worden standaard uit, maar je weet het nooit. Ja. Ja, dat soort zaken, dat kom je tegen. Dit is een heel extreem voorbeeld. Maar ook gevoelige informatie die met de hele organisatie gedeeld wordt. Ja, tal van andere voorbeelden denkbaar. Ja.
Maar zeker wat je zelf al noemt, je zet het aan en eigenlijk wordt het niet verwacht dat er zo snel zoveel gebruikers op zitten. Nee, nee, nee. Wat zijn wat andere factoren dat je denkt van nou, dat zijn wel best wel grote uitdagingen, hè, voor Power BI, nou ja, gebruiken binnen een grotere organisatie? Wat zie je als de grootste onderwerpen waar mensen eigenlijk naar zouden moeten kijken? Nou kijk, grotere organisaties hebben vaak Power BI niet als enige reporting of als BI-tool. Dus hoe verhoudt Power BI zich dan tot andere tooling die ze wellicht hebben? Wat doe ik dan eigenlijk waar? Laat je het aan de gebruiker over en dan eindigt alles in de tool die ze het makkelijkste beschikbaar hebben. En ook, je ziet vaak ook wel, nou, dat is niet heel specifiek grote organisaties, zie je overal wel. We hebben Excel, ik ben gewend aan Excel, dus ik blijf lekker alles doen in Excel. En dan geef ik ze Power BI en nou ja, als resultaat, oh ja, oh, kijk, het is een mooi knopje, ik kan het weer terughalen naar Excel, want daar wist ik wat ik moest doen. Dus je ziet eigenlijk dat soms zelfs Power BI bijna soort als ETL-tool wordt ingezet. Doe wat transformaties en dan haal ik het daarna weer heel gauw terug naar Excel. Ja, ja, ja. Kun je dat ook dichtzetten, of niet? Tuurlijk. Alles kan je dichtzetten. Alle plezier dichtzetten, echt waar. Maar, ja, ik vind... Wat ik altijd in mijn trainingen vertel, de andere kant op, is ook zo dat ze dus uit de database hun data halen naar Excel toe en dan Excel weer als bron gebruiken en Excel eerst bewerkingen doen waarschijnlijk nog en dan dat als bron gebruiken. En volgens mij heeft jij of een collega dat ook wel eens gezegd, volgens mij, van ook als je cat data doet, data binnen gaat halen in Power BI, de eerste is Excel. Dus ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen ja, dan daar ook door getriggerd worden van, oh, dan kan ik dus mijn Excelletje ingelezen. Ja, kijk, je noemt wel een aantal goede dingen. Kijk, Excel is een makkelijke bron in die zin. En je kan ook naar je bron, wat je bron dan ook is, neem een ERP-pakket of zo, exporteer je het naar Excel of een CSV'tje en dan gaan ze er toch eerst bewerking in zitten doen in plaats van dat ze de kracht van Power BI daarvoor inzetten. Ja. Dus dan hou je altijd die handmatige stap ertussen. Ja. Wat eigenlijk zonde is. Ja. Los daarvan. Zeker in enterprise organisaties is toegang krijgen tot een fatsoenlijke replicatieomgeving, data warehouse, wat dan ook, waar die data ook in staat, kan nogal een struggle zijn. Ja, En dan is de factor, keuze nog gemaakt. Doe het maar lekker via een Excelletje, want dan heb ik toch de data. Dan heb ik geen gedoe en hoef ik ook dat gesprek niet aan te gaan. Ja, en dus dat is ook een factor. Dus we hebben al wat factoren genoemd. We gaan daar straks nog eens even rustig, één voor één, gaan we die ook langslopen. Van nou, hoe kan je daar eventueel mee omgaan? Deels misschien via instellingen. Ik denk veel ook gewoon door qua communicatie. En hoe rol je dit soort dingen uit? En hoe ga je daar met elkaar goed mee in gesprek, ook als bedrijf zijnde? Mocht je andere voorbeelden hebben, laat ze gerust weten. Ik vind het wel leuk om ook dingen uit de praktijk te horen waar misschien jullie zelf tegenaan lopen. Hè, van wat zijn nou wat veel gemaakte fouten, vergissingen, die men in het begin misschien heeft gemaakt, waardoor die wellicht van tevoren even wat meer over hadden moeten worden nagedacht. Dus laat dat gewoon weten in de commentaar en dan nemen we dat mee. En dat zou ik leuk vinden. Dus laat even weten ook of je kijkt. Hè, dan... Dat vinden we altijd leuk. Dus we hebben al wat dingen langs horen komen van waar je rekening moet houden. Dus ik stel voor, laten we ze rustig één voor één bespreken. En wat jouw praktijkervaring is, hoe je daar eventueel mee om kan gaan. Dus ik denk dat het eerste punt waarmee het begint ook een stukje bewustwording is. Dus je noemde het net al even van als je ermee begint met een self-service tool, waar toch heel veel mee kan. Dat stukje bewustwording bij verschillende type mensen. Kan je daar nog eens wat meer over vertellen? Wat zie jij in de praktijk wellicht niet altijd even goed gaan qua die bewustwording? Ja, als je gaat kijken naar bewustwording, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren bewerkstelligen. Denk dan aan een communicatiekanaal opzetten waar je eigenlijk gewoon open kaart speelt over dit mag je wel doen, dit mag je niet doen. Dus je leest misschien online wel dat deze nieuwe functionaliteit er is, maar wij hebben ervoor gekozen om het dicht te zetten. En wel om die en die reden. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk ding. En zeker binnen een grote organisatie. Je kan zeggen, ik zet het dicht en klaar. Maar ze bereiken toch hun doel wel. Niet linksom, maar rechtsom. Ja. Dus ergens heb ik ook altijd zoiets. Je kan het beter gecontroleerd toestaan dan ongecontroleerd verbieden. Want dan heb je er totaal geen grip meer op. Ja.
Dus ja, bewustwording, maar neem ze ook mee in het proces. Maak ze er deelgenoot van. Dus communiceer ook over welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Je noemde hem net al, kun je Excel dichtzetten. Ja, met alle plezier. Maar ze gaan het toch wel gebruiken. Of ze gebruiken het daardoor helemaal niet meer. Nee, dat zou ook zonde zijn. Ja. Dus een killer zijn voor je adoptie. Tuurlijk. Op het moment dat je ze meeneemt in het proces. En uiteindelijk, dit is wel een leuk voorbeeld overigens ook. Gaat zeggen, wij gaan de export naar Excel dichtzetten. Biedt dan ook een alternatief. Want je kan nog wel Analyze in Excel gebruiken. Wat veel krachtiger is, wat veel betrouwbaarder is. En wel om die en die reden. Voor de mensen die dat niet kennen. Wat is het verschil dan tussen export en Analyze in Excel? Wat is het verschil? Export in Excel maakt eigenlijk gewoon een kopietje van de data. Nou, dat kan op twee manieren. Je krijgt echt gewoon de onderliggende data. Dus eigenlijk gewoon bijna een soort ruwe data. Of je krijgt summarized data. Zoals het een heel samengevoegde data. Wat eigenlijk dus de som is van wat je op dat moment in je grafiekje toont. Of in je bar chart, wat dan ook. Ja. Op het moment dat je Analyze in Excel gaat gebruiken, dan haal je helemaal geen data over. Je maakt een live verbinding tussen je Power BI datamodel en Excel. Waar je dan vervolgens weer je draaitabelletjes in elkaar kan gaan klikken. Ja. Voordeel daarvan is, je hebt gewoon een refresh button. En wil je morgenochtend weer de laatste nieuwe versie van de data hebben, want die Power BI dataset is geüpdate, klik je gewoon op die knop en krijg je de laatste nieuwe data binnen. Ja, nou, misschien moeten we. Ik weet niet of het verstandig is om hier nog heel veel over te gaan vertellen. Maar, ja. Maar in ieder geval, het goede is. Hè, dat, nou, en dat hoort erbij, dat raakt wel jouw punt. Je kan het beter maar van tevoren dan uitleggen. En dat misschien dan mensen Analyze gaan gebruiken. In plaats van export. Hè? Want dan, ja, dan neem je alweer heel veel nadelen ook weer weg van het in Excel gebruiken. Dus dat is gelijk een goed voorbeeld van communicatie. En hè, mensen daarin meenemen. Zie jij ook bij. Ja, meer de IT-afdelingen noem ik het maar even op één grote hoop gooiend. Zie je daar soms ook dat mensen nog even moeten wennen aan dit concept? Ja, zeker. Ze zijn gewend alle touwtjes in handen te hebben. Dus eigenlijk te kunnen zeggen van ja, maar dat mag niet. Wij vinden dat niet de juiste manier is. En eigenlijk gaan ze hier een stukje controle mee uit handen geven. Ja. En hoe ga jij of jullie daarmee om met dat soort... is dat iets waar jullie een rol in spelen? Of wat, ja, dat gebeurt wel degelijk. Het heeft ook een stukje met verantwoordelijkheden te maken. Wil je bijvoorbeeld een on-premise bron ontsluiten of iets wat binnen een eigen netwerk staat? Je wil degelijk IT nodig. Dus ergens heb je toch die samenwerking nodig. Om bijvoorbeeld een gateway op te zetten. Dat je wel bij je data kan. Ja. Dus je hebt wel degelijk die samenwerking nodig, maar maak ze er ook daar weer deelgenoot van. Dit is wat we willen bereiken en wel om die en die reden. Ja. Met name uiteindelijk als doel om je data, meer data gedreven organisatie te krijgen. Ja, precies. Ja, en ik denk ook wel, dat zie ik wel de laatste jaren, dat steeds meer mensen ook wel zien van ja, het is gewoon een trend. Hè? Mensen willen gewoon dingen zelf doen. Ze zien, als ze dat niet zouden doen, zien ze ook de vragen ophopen naar hunzelf toe met allerlei kleinere en grotere vragen. Dat is op een gegeven moment ook niet meer te behappen, want organisaties worden inderdaad steeds meer data gedreven ook. Dus ik zelf zit er altijd wel heel positief in van ja, als je inderdaad maar gewoon met elkaar bespreekt waarom mensen een bepaalde houding aannemen, ja, dan kom je daar wel uit volgens mij. Dan vind je wel een middenweg. Dat het wel nog steeds goed beheerd wordt. En dat ze nog wel het gevoel hebben van, nou, we zijn nog in ieder geval in controle. Wie wat mag doen en met welke data. Ja. Voor een deel in ieder geval. En de business ziet ook denk ik wel de voordelen van nou, gewoon goede betrouwbare data. Nou, ik zie, dankjewel Simon. Leuk dat je kijkt. Ik zie iemand dat je iemand tagt. Leuk dat je dat doet. Dus laat gerust je vragen weten. Mocht jij bepaalde dingen tegenaan lopen of dat je afvraagt, ja, hoe kan je daar nou mee omgaan het beste? Is er iets wat je misschien qua inzet? Het mag een hele technische vraag zijn. Het mag een eenvoudige vraag zijn. Dan kan ik ze beantwoorden. Nee, ik vind... laat gerust weten. Ik zie, volgens mij komt daar wat bij te staan. Een heel verhaal van Nicky. Die ga ik even in beeld doen. Ik heb het nog niet gelezen, dus ga me gewoon gelijk meelezen. Kijk, dan ga ik altijd weer helemaal erachter, maar goed, maakt niet uit. Dus de grens tussen self-service en managed IT. We geven soms een subset van gebruikers de ruimte om dingen te doen. Bijvoorbeeld workspace maken wel of niet de premium. En we hebben daar een approval workflow voor. Er zijn ook naming conventions die we achteraf monitoren. De gateway staat wel dicht.
Ja, dus je, nou, hè, als ik het een beetje samenvat. Jullie hebben gewoon bij jullie keuzes gemaakt van om de juiste balans daarin te hebben. Hè, ja. Sommige mensen mogen dat wel, andere niet. Niet gelijk iedereen. Ik denk dat nemen conventies inderdaad ook een hele goede is. Hè, van hoe noemen wij nou onze workspaces? Er zit wel een heel interessant aspect aan. Hier heb ik met mijn collega Dave Ruiter al heel veel discussie over gehad. Bijvoorbeeld het aanmaken van workspaces. Dat kun je dichtzetten. Ja. Ja. Als je het dichtzet, dan kun je inderdaad die naming convention gaan afdwingen. En dit is weer een typisch gevalletje van gecontroleerd toestaan of ongecontroleerd verbieden. Ja. Als je alles gaat verbieden, dan loop je het risico dat iedereen als een Power BI content lekker in mijn workspace gooit. En van daaruit gaat delen. Als je dat vanuit een controlerend perspectief en monitorend perspectief gaat bekijken. Wellicht is je collega op vakantie, refresh dat ene datasetje niet meer, wat super cruciaal is voor je businessproces. Die staat in iemands My Workspace, maar daar kan je nooit inkomen. Nee. Ja. Staat die in een gedeelde workspace, en dan kan je daar vanuit een admin perspectief, mocht het echt nodig zijn, toegang verschaffen eigenlijk. Dat is het één extreem. Je kan gaan verbieden om dan werkruimtes aan te maken. Of je staat het toe. Maar ik denk dat Nicky juist een tussenweg benoemt. Van zeggen van, nou, we gaan niet 1000 mensen dat laten doen. We laten dat 40 mensen doen. Die geven we die rechten. En iedere collega heeft ook een backup. Dat als hij ziek is inderdaad, dat iemand anders hem kan vervangen. Dus dat je een soort key users, hoe je het ook wel noemen, hebt. Ja. Dat is op zich niet zo gek, denk ik. Zeker niet. Nee. Het is wel een interessante, dat je een backup hebt. Zou zo moeten zijn. Wordt het ook in praktijk altijd gedaan? Vraag me af. Nou, bij de meeste werkruimte denk ik wel dat je 2 of 3 mensen hebt die in ieder geval eigenaar zijn van die werkruimte en daar dingen mee kunnen doen. Ja, zeker. Maar ook binnen grote organisaties zie je wel dat posities veel gewisseld worden. Ja. In die workspace zit hij er ook een maand en zit er ook nog wel in, maar heeft hij nog steeds die rol? Ja, dat is waar. Nee, nou goed, het is misschien oversimpliceer ik het wat. We hebben een nieuwe vraag van Ton. Dankjewel Ton, leuk dat je een vraag stelt. Jij vraagt je af, welke mogelijkheden zijn er qua usage tracking en wat zijn best practices? Dus ja, vind ik een leuke vraag. Je hebt inderdaad binnen Power BI heb je wat standaard middelen om te kijken van wordt dit mooie dashboard waar ik maanden aan gewerkt heb, wordt dat nou überhaupt wel gebruikt? Wat is jouw beeld daarvan? Wat kan je het beste doen als organisatie? Dat ligt heel erg aan vanuit welk perspectief. Wil je als eigenaar van een rapport kijken, wordt mijn dashboard wel gebruikt? Dan heb je de standaard usage metrics, die vaak al afdoende is. Gaat over 1 rapport op dashboard. Als je daarbij opslaan alles doet, kun je die filter eraf gooien, gaat het over je hele workspace. Maar vanuit een governance perspectief en meer een management perspectief wil je misschien wel veel meer weten dan alleen maar die views. Dan heb je nog je audit logging die in Office 365 zit, maar ook Power BI monitort. Dus iedere muisklik bij wijze van, dus iedere actie die wordt gedaan door een gebruiker wordt dan in die audit log vastgelegd. Ja. Die is vervolgens uit te lezen. We hebben er zelf een oplossing voor gemaakt waarmee we die data eigenlijk uit die audit log halen en daar weer een nieuw Power BI rapport op maken. Ja, tuurlijk. Dus. Als je dat niet doet. Hè? Ja. Maar daar haalt bijvoorbeeld dingen uit als wie gebruikt nu eigenlijk dat export naar Excel? Wie gebruikt, wie print zijn rapport nog? Wat voor soort devices worden bekeken? Mobiel? Dus elke actie die men doet met dat dashboard wordt dan gelogd. Ja. Dat is wel interessant. Het is niet eens zo heel interessant, maar meer over het grote geheel. Hoe vaak gebeurt nou eigenlijk iets? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dus vanuit governance is dat wel een hele interessante. We zetten eventueel nog wel even een linkje straks in de commentaar, waar je misschien daar meer informatie over kan vinden, Ton. Dan kan je daar misschien eens naar kijken. Of laat even weten als je iets anders bedoelde, dan gaan we daar nog even op in. Leuk dat jullie wat vragen stellen. We hebben het dus gehad over verschillende aspecten waar je bewustwording hebben het over gehad. IT eventueel meenemen, dat betrokken laten zijn. We hebben al Excel. Bij Excel, ik vond het wel leuk. Je ziet iets langskomen de laatste tijd meer over featured tables, heet het geloof ik. Dat je gewoon in Excel ook je Power BI dataset gebruikt.
en heel makkelijk daar dingen. Wat vind jij daarvan? Ik ben wel benieuwd naar jouw mening daarover. Ja, dan ben ik misschien een verkeerde generatie om het aan te vragen, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb een beetje een afkeer tegen Excel, omdat het te Excel makkelijk toe. Is om je data te manipuleren. Ja. Ik zeg even manipuleren. Je kan ervan maken wat je wil, zeg maar. Ja. Natuurlijk, dat kan in Power BI ook, maar de drempel is wat hoger. Ja. Maar goed, wat dat feature tables doet, is eigenlijk tabellen uit je Power BI dataset beschikbaar stellen voor hergebruik in Excel. Ja, precies. De drempel om dat te gaan gebruiken is ook wel weer vrij hoog, want het vereist een E5 licentie voor de gebruiker die die functionaliteit wilt toepassen. Ja. Ja, niet iedere organisatie heeft voor iedere gebruiker een E5 licentie. Nee, klopt. Nee. Nou goed, ik vond het wel interessant. Eigenlijk komen we er ook een beetje op neer. Hè, van, je hebt eigenlijk verschillende manieren waarop je kan omgaan met, ik zie dat in mijn praktijk ook, met self-service, Power BI, maar ook eigenlijk Power Apps en Automate geldt er misschien nog wel meer voor zelfs. Je hebt verschillende modellen die je kan hanteren. De ene organisatie zegt, nou, laat me lekker vrij en doe maar alles wat je wil. Want wij geloven in dat jullie daar zelf... we geven jullie zelf die verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En je hebt een organisatie die zegt, nee, we doen alles on-premise. Je mag maar met één data warehouse koppelen. Wij bepalen welke workspaces gepubliceerd worden. We zetten misschien al dingen in de template zelfs, die allemaal hapklaar al voor je klaarstaan. En heel veel middenvormen. Heb jij iets waar... voor mij heb jij had iets een leuk plaatje volgens mij van... Nou, dat een beetje schets van welke keuze kan je daarin maken. Zeker. Een beetje denken aan zoiets eigenlijk. Er zijn verschillende delivery approaches, verschillende manieren om je content te gaan delen. Als je echt kijkt van self-service BI, is het meer eigenlijk een bottom-up beweging. Het komt echt vanuit een business waar de behoefte aan is. En die zal dus heel erg self-service gedreven zijn. Zelf vaak ook wel Excel-etjes of SharePoint-lijstjes aan elkaar aan het koppelen zijn. Ja, dan is er natuurlijk een middenweg in waar het IT-managed en self-service is. Dus daar gebruik je misschien wel je data warehouse. Maar laat je heel erg de gebruiker vrij om daar zelf zijn rapport op te gaan maken. En als laatste heb je dan eigenlijk meer je corporate BI, wat echt heel erg top-down is. Waar bijvoorbeeld je HR-rapportages in zitten, je financiële rapportages. Ja, dat moet gewoon kloppen. Er is geen ruimte voor een misinterpretatie of een andere berekening die iemand anders heeft toegepast. Dus dat is veel meer gedreven vanuit bijvoorbeeld een competence center of bijvoorbeeld een corporate reporting afdeling, corporate BI. Er zijn verschillende smaken en het een sluit het ander zeker niet uit. Nee, hè? Want daar zat ik ook al te denken toen ik dit zat te kijken. Van, jij noemt terecht financiële rapportages. Ja, die zou je die rechtse in principe doen. Hè? Ja. Dat is de waarheid. En links heb je de dingen staan dat je denkt, nou, ga daar zelf vooral met die data aan de slag. Heel graag zelfs, want jullie met jullie expertise kunnen veel meer waarde uit die data halen dan ik als controller bijvoorbeeld. Hè? Liever jij als marketingpersoon met die marketingdata lekker gaat spelen en daar mooie resultaten uithaalt, mooie analyses uithaalt. Dus ik denk dat het vaak dan inderdaad een mix is, afhankelijk ook een beetje van het onderwerp, type data. Ja, kijk, je kan er nog een stukje verder in gaan naar wie is de eigenaar, wie is dan... Ja, precies. Voor ieder van die verschillende delivery approaches. Wie is dan eigenaar? Wat voor soort bronnen sluit ik daarop aan? Wie zorgt voor de governance? Denk bijvoorbeeld ook aan als je een corporate bron ontsluit. Wellicht heb je een gateway nodig. Wie beheert dat ding? Wie monitort dat ding? Wie zorgt dat die gateway iedere maand netjes geüpdate wordt? Ja, daar heb je dus die samenwerking nodig. En daar zit met name die blended eigenlijk. Die IT-managed en self-service BI. Ja, die lopen een beetje door elkaar heen. Op het moment dat je alleen maar corporate BI gaat doen, dan gooi je eigenlijk alle deuren weer dicht. Gaan we 10 jaar terug in de tijd. Dat was voordat ik überhaupt ging werken. Kijk je meer naar die self-service BI. Als je dat alleen maar doet, dan krijgen we weer die discussie die we in het begin hadden. Is iedereen ineens met Power BI bezig. Wie gaat er nou eigenlijk over? Wie monitort wat? Wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? Ja, krijg gewoon nieuwe Excel. Ja. Toch? Ja, leuk. Bart gaat nog even in op onze discussie net. We komen er toch steeds op terug. Want Excel is nog steeds is gewoon zo. Het meest gebruikte BI-tool, nog steeds. Maar als je dat inderdaad een combi doet met self-service BI of Power BI,
ja, dan heb je weer inderdaad dat mensen allemaal dingen in Excel gaan doen. En heb je niet meer één waarheid. Dus ja, terecht Bart. Dankjewel. Ja, dus je hebt verschillende modellen qua delivery, hoe je hiermee omgegaan. Dus daar hebben we het even over gehad. Wat vind jij, een ander onderwerp wat ik de laatste tijd steeds vaker zie terugkomen, zijn custom visuals. Ja. Ik merk dat sommige organisaties zetten het helemaal dicht. Dus ook daar, ja, terwijl puur even als met mijn pet op van analist, denk ik van nou, sommige visuals vind ik juist hartstikke interessant om te gebruiken. Ik wil die bullet chart gebruiken. Dat vind ik gewoon handig. 9 van de 10 vind ik niet handig bij de custom, maar goed. Er zitten er toch een paar bij die ik wel vaak wil gebruiken. Ja. Maar het blijft altijd wel een discussie van, nou ja, dan heb je certified, laten we dan alleen de certified toe. Maar ja, is dat dan wel weer veilig genoeg? Want we weten dat sommige visuals misschien data overhevelen, misschien nog. Ik weet niet of dat nog steeds is, neem maar van wel. Hoe zitten jullie daarin? Wat voor advies geven jullie daar in als iemand daar... Dat blijft altijd wel opspelen. En ook daar vind ik altijd wel weer dat er een stukje bewustwording in zit. Mm-hmm. Er wordt heel snel gekozen van, oh, deze visual doet niet wat ik kan, weet je wat, ik pluk er wel in uit de marketplace. Terwijl als je nou echt eens een keer, nou, misschien iets creatiever met die visual omgaat en echt in die format pane gaat kijken, er is heel veel mogelijk. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld iets wat ik wel best wel vaak al heb gebruikt. Je kan een Gantt chart en custom visual gaan importeren. Los van of die certified is of niet, dat is een andere discussie wat mij betreft. Maar je kan hem eigenlijk gewoon zelf bouwen als je een matrix visual een beetje creatief gaat inrichten. Mm-hmm. En niet dat het daarmee instabiel wordt, maar het is wel degelijk mogelijk als je de combinatie gaat zoeken tussen die matrix visual en conditional formatting. Ja, ja. Van de week heb ik ook een webinar mogen geven voor het eerst aan een hele groep mensen. Toen heb ik die inderdaad ook gebruikt, want toen begon ik dus met een stacked bar chart, in dit geval. Waar je dus heel lastig je inzichten uithaalde. Toen heb ik ook laten zien van ja, maar je kan ook gewoon een matrix doen met 2 dimensies. En dan kan je bij conditionele opmaak die balkjes tekenen. En je haalt de waardebewijzen van zelfs misschien zelfs wel weg. En dan heb je gewoon een soort best wel krachtige visual. Die veel mensen waarschijnlijk helemaal niet bij matrix er wel aan hadden gedacht. Maar inderdaad, dat is zeker een leuk voorbeeld. Combineert nog met een tooltip en je haalt er nog meer uit. Ja, precies. Ja, en dat is weer interessant als je dan kijkt naar een custom visual, die vaak geen eens tooltips ondersteunen. Nee, dat is zo, klopt. Daar heb je gelijk in. Ja. Maar goed, teruggekomen, hoe kijken wij tegen custom visuals aan? Ja, vaak toch wel zet het dicht, behalve een certified custom visuals. Ja, Het is toch net even dat stukje extra en ook weer een stukje bewustwording dat je niet zomaar alles kan. Er zit wel gelijk een risico weer aan vast. Want op het moment dat je dat niet helemaal end-to-end dicht gaat zetten, dus ook voor Power BI Desktop dicht gaat zetten, dan krijg je een scenario waar ze het in Power BI Desktop die visual importeren. En daar werkt het gewoon, dan publiceren ze het en dan doet hij het ineens niet meer. Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Dan raak je het weer kwijt. Dus, waar ligt dat eigenlijk aan? Want ik heb dat toevallig gisteren ook weer gelezen bij iemand. Die zei, nou, ik heb hier een hele mooie visual. Dat zag er ook super uit met een soort process flow, dat je helemaal precies kan zien van de begin- en de eindtijden, en die tekent dan een hele flow. Het zag hartstikke fancy uit. Maar die gaf ook aan, als ik dit publiceer, dan wordt die niet getoond. Ja, waar ligt dat aan? Is dat iets wat je in je instellingen... Ja, dat ligt ook aan hoe de rest van de werkplekken gemanaged zijn, zeg maar. Want bijvoorbeeld als je iedereen toestaat om zo Power BI te installeren op zijn eigen laptop, dan gaat dat wat minder makkelijk. Maar er zijn manieren om dat via AD-groepen af te vangen, dat ze ook in Power BI desktop, op het moment dat ze inloggen met hun account en naar de marketplace gaan, alleen nog maar zien waar ze volgens jouw organisatie aan moeten voldoen. Tuurlijk, dan loggen ze uit en loggen ze met een privé-account in, kunnen ze nog steeds die visual importeren, maar dan is het wel een hele bewuste stap wat ze aan het doen zijn. Ja, nee, mijn punt was meer, dus dat is helder, maar mijn punt was meer van iemand heeft dan toegang tot de custom visual, zet hem dan in de online omgeving, publiceert hem, en dan doet hij het ineens niet meer. Is dat iets wat jij ook wel eens hoort langskomen? En is daar dan een reden voor aan te wijzen? Of ligt dat aan die custom visual? Of ligt dat aan bepaalde instellingen ook? Dat ligt eraan. Het kan zijn dat die visual uitgezet is op tenant level. En deze mag je niet meer gebruiken. Of we hebben gezegd dat je alleen nog maar certified mag gebruiken. Oké, dus daar kan het eventueel mee te maken. Ja. Maar dat is eventueel. Hou er wel rekening mee. Custom visuals zijn gemaakt door vaak third-party developers. Met een afhankelijkheid. Als Power BI update valt mogelijk die visual om.
En ben je dus afhankelijk van die third-party developer die hem gaat updaten. Ja, nee, dat is ook een hele belangrijke factor. Die noem ik ook altijd, ja. Klopt, ja. Nou, we krijgen wat extra vragen. Lonneke, nou, die zegt van, nou, ik gebruik inderdaad ook vaak die panel bars. Sorry voor het geknipper. laat mij dat maar even doen. Ja, hartstikke goed. En Joren, die zegt, oeh, dan moet je me even helpen. Wat is jullie visie op CI/CD? Ja, Continuous Integration, Continuous Delivery. Ah, oké. Okay. Nou, ik ben blij dat jij die term kent. hoe kunnen grotere organisaties dat toepassen om gebruikers te ondersteunen? Ja, nou, dat is wel heel interessant. Ook heeft ook te maken met de recente update van Power BI. En die je wellicht voorbij hebt zien komen, is de deployment pipelines. Ja. En eigenlijk is Continuous Integration, Continuous Delivery gaat veel meer om, als je op een agile manier werkt, ik maak nu iets en ik wil het eigenlijk gelijk beschikbaar stellen. En dat heeft ook weer verband met hoe zorg ik nu dat op het moment dat ik wel netjes met mijn OTAP-straatje in zijn plaats hou. Dus dat ik wel eerst netjes naar een testomgeving ga voordat ik naar productie ga. En kijk je dan naar die deployment pipelines functionaliteit, daar maken ze eigenlijk gebruik van meerdere workspaces, met dus ook meerdere apps, meerdere doelgroepen, waar je een klein groepje key users kan hebben die aan het testen is. En vervolgens de deployment doorzet naar je productieomgeving waar al je gebruikers op zitten. Ja. Nadeel is een beetje, deployment pipelines is op dit moment alleen beschikbaar voor Power BI Premium. Vind ik zo jammer. Ja, nou, dit heeft ik zou juist denken, heel veel mensen hebben daar baat bij, van om inderdaad die OTAP-straat een beetje in te richten. Ja, als ik je dan een tip mag geven, er zijn wat in een marketplace, ik weet niet precies hoe die term tegenwoordig heet, voor Azure DevOps. Er zijn verschillende plugins te krijgen, waaronder ook eentje van mijn code die wij zelf hebben gemaakt, om dit proces te gaan ondersteunen vanuit Azure DevOps, om je Power BI content naar meerdere workspaces met netjes je OTAP-straatje te krijgen. Ja, ja. Ja, ik denk dat het wel heel waardevol is, want anders heb je toch altijd wel het risico dat je zomaar wat online zet te snel. Ja. Ja, maar die deployment pipelines inderdaad voor de mensen die inderdaad dat premium dan wel hebben. Ik denk wel dat het een hele mooie geïntegreerde oplossing is. Ja, er ontbreken nog wel wat schakeltjes als je het mij... Natuurlijk, het is een eerste versie en hopelijk wordt het vanaf daar weer steeds stapjes beter. Maar in ieder geval, ik denk dat het wel een sprong voorwaarts is... Omdat je gewoon iets beter kan organiseren met elkaar. Ja, en hopelijk wordt dat ook continuously improved. Ook die functionaliteit zelf. Dankjewel Joren, leuke vraag. Super interessant. Nou, we zijn inmiddels al een half uurtje aan het babbelen. Mochten jullie nog leuke vragen hebben, laat het gerust weten. Ik moet klokslag 14:45 weg, want dan ga ik onze dochter van school halen. Dus dan eindig ik ook gewoon echt gewoon hard stop. wat ik een leuk onderwerp nog wel vind om eens met jou en jullie over te hebben is de kracht van communities binnen dit soort organisaties. Ja. Als ik naar mezelf kijk, ik vind het best wel een aantal klanten waar wij mogen helpen, zijn we daar actief bij betrokken van, om dat vanaf het begin gewoon te stimuleren, want voor veel mensen is dat ook weer wat nieuws Natuurlijk kent iedereen zijn sociale media, maar ja, binnen een organisatie groepjes vormen en over praten, ja, is toch voor veel mensen toch ook wel nog wel een stapje, merk ik. Maar het is wel superkrachtig. Is dat iets wat jullie ook zien gebeuren bij... Zeker. De grotere organisaties waar we dat nog niet doen of mee bezig zijn met opbouwen, ga je eigenlijk als je gaat zoeken, zie je toch dat er al groepjes zijn ontstaan. Mm-hmm. Alle gebruikersgroepen hebben bijvoorbeeld zelf al een Teams kanaal aangemaakt, een Yammer kanaal aangemaakt, Facebook Workplace, wat ze dan ook gebruiken. Mm-hmm. Waar ze eigenlijk kennis delen, maar ook gewoon de vrijheid hebben van, joh, ik probeer dit te bereiken, ik kom er even niet uit. Nog eens die vraag daarin. Nou, dat zie je inderdaad gewoon op de publieke sociale media, als LinkedIn, Twitter, van alles, het Power BI Community Forum niet te vergeten. Ja. Zie je heel veel van dit soort dingen al voorbij komen. Maar daar is de drempel wat groter eigenlijk, omdat je extern gaat zoeken. Je niet even makkelijk een screenshot kan delen. Ja. Dus ja, het is wel degelijk heel zinvol om vanuit een competence center of vanuit in ieder geval een centraal perspectief binnen een organisatie aan zo'n community te gaan bouwen. Ja, dat denk ik ook. Met name om ze de mogelijkheid te gaan geven dat ze die vragen kunnen gaan stellen aan elkaar. Elkaar te gaan helpen, dus niet meer afhankelijk te zijn van alleen jou als competence center of center of excellence.
Maar ook om wel vanuit zo'n centraal perspectief te gaan delen wat voor wijzigingen er in Power BI aan zitten te komen. Misschien als je wat voor onverhoopte reden je gateway uit de lucht is. Daar even in te delen, jongens, dat loopt je refresh niet. De gateway is down, we zijn ermee bezig. Ja, precies. Je kan het als communicatiekanaal gebruiken voor updates, voor stimulatie, voor training aanbieden, noem het maar. Er zijn hele manieren om... Ik denk dat het ook belangrijk is dat je gewoon een paar goede moderators daarop hebt zitten, die inderdaad dan ook die kennis hebben. Hè? Ja. En wat ik wel vaak zie is van, nou, laat het eerst... Laat men gewoon elkaar ook helpen, want anders heb je weer een... dat alles naar 3 personen in de BI-afdeling gaan. Dat moet je niet hebben, want die zijn dan de hele dag met vragen bezig. Het is juist het leuke, vind ik, als verschillende gebruikers... Ik vind dat een beetje een rot woord, maar... degene die die Power BI dashboards maken, dat die elkaar weten te vinden en kunnen helpen. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien. En dat kan best wel snel gaan. Als mensen merken maar van, hey, als ik iets vraag, komt er ook nog eens een keer zinnige antwoorden op. Het is niet alleen maar een lijstje met 10 vragen waar eentje van beantwoord is. Maar dan versterkt dat het heel erg. En dat merk ik bij een aantal van onze klanten. Ja, dat echt exponentieel groeit dat mee met de dashboardmakers. Een aantal dingen kan je gelijk aftikken natuurlijk. Een soort FAQ opstelt waar je zegt, joh, ik wil mijn organisatietemplateje importeren. Hoe doe ik dat? Ja. Dat soort dingen, daar kan je gewoon een FAQ voor opstellen. Maar deel die dan ook in zo'n kanaal. Dan maak je de drempel heel laag om daar vragen in te kunnen stellen. Ja, eigenlijk hoe makkelijk die vraag is. Ja, en dat is ook dynamisch. Dus als er een vraag 2-3 keer voorbij komt, zeg je, nou oké, die gaan we vanaf nu even in de FAQ zetten. Dat vind ik leuk. Ik vind sowieso community building en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon super interessant. En ja. Mensen krijgen daar ook energie van, merk ik. Het is gewoon leuk om te lezen. Van, nou, ik loop hier en hier tegenaan en reageert iemand anders. Oh, ik bel jou even en dan gaan we dat eens even samen bekijken. En andersom ook. En dan zet ik als moderator natuurlijk wel tussen. Deel dat ook even met de rest, hè? Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk. We gaan ook weer even terug met wat je ermee gedaan hebt. Ja, want dan kunnen we, dan leren de andere 100 mensen of 200 of meer mensen er ook van. Ja, leuk. Goed om te horen dat je dat herkent. Ik denk dat we richting het einde gaan. Mocht er nog iemand vragen, dan moet je het nu doen. En anders kan je het ook na de uitzending, blijft dit gewoon online staan. Dus laat ook gewoon gerust je commentaren ook achter als je dit op een later moment ziet. Dan komen we daar nog op terug. Nee, ik zie geen nieuwe vragen. Leuk in ieder geval voor alle vragen die jullie hebben gesteld. Mark, ik wil jou ook hartstikke bedanken dat je het hier met ons over wilde hebben. Je mag nog even je website noemen, want jij spreekt geregeld, hè? Want jij gaat dit ook in het Engels nog een keer binnenkort, geloof ik, doen, hè? Klopt, ik heb een livestream op YouTube ook met Resurred. Ja. Die ongetwijfeld allemaal natuurlijk ook. Die heeft op zijn YouTube-kanaal zo nu en dan ook livestreams. En dan ga ik een soortgelijke sessie in het Engels ook nog een keer doen. Ja, leuk. Wel een beetje op een schappelijke tijd voor je dan? Ja, die zit in Nieuw-Zeeland, geloof ik, hè, toch? Ja, ik geloof dat het 9 uur 's avonds was, dus dat is nog goed. Oh, dat valt mee. Maar we zijn net wakker en dan is het bij mij nog net te doen. Oh ja, ja, grappig. Maar er staat een hoop content op mijn website staan. Dat is data-mark.com. Ja. Dat zijn blogs, dat zijn aankondigingen van evenementen of webinars waar ik ga spreken. Dus ja, zeker. Erg leuk. Goede blogs ook, vind ik. Echt van uitgebreide blogs ook. Een hoop tijd stop je erin. Ik vind het echt leuk hoe je dat doet. Hartstikke bedankt ook voor het kijken allemaal. Mochten jullie nog kijken. We zijn er volgende week weer. Volgende week om 1 uur. We gaan dan iets ander onderwerp doen. We doen het altijd over Power Platform. We gaan het natuurlijk wel over Power Platform hebben, maar dan ook vooral over de connectie met Teams. Wij geven ook wat trainingen in Teams, minder dan in Power Platform, maar ik ben wel benieuwd naar die... het groeit steeds meer naar elkaar toe, heb ik de indruk. Ik zag gisteren of eergisteren ook nu in de online omgeving staan dat je een dashboard publish to Teams kan doen of zo, of share to Teams. Heb je dat ook al gezien toevallig? Zeker. Ja. Ja. Maar waar werkte die alleen nog niet, Mark? Ik heb hem eerlijk gezegd niet geprobeerd. Ik zat hem gisteren in een training, geloof ik, te doen. Dat ik dacht, oh, grappig, even proberen. Nou, die bleef niet draaien. Dus het is nog net even iets te nieuw. Ja.
De nieuwe interface heeft al wat meer van de kleine dingetjes die nog net niet helemaal... Nee, we moeten nog even wat puntjes op de i. Maar als het straks werkt, ja, dat is gewoon hartstikke interessant. Dan kan je het gewoon direct naar een kanaal in Teams kan je het gewoon publiceren. Hoef je dat niet meer in Teams zelf te doen. Oké, ja, volgende week donderdag inderdaad om 1 uur zijn we er weer. Oké. Fijne dag verder allemaal. Doei Mark. Doei. Hoi.